Dit filmpje gaan we even herkenbare zaken doen. Dat is, we gaan een Java-klasse gaan maken. Ik maak een nieuwe Java-klasse die ik Sudoku ga noemen. Ik zal een Sudoku-puzzel voorstellen. Voilà. En we gaan hem in een package classes gaan zetten, bij gebrek aan veel meer context liever. Je kunt dat heel wat geraffineerder doen, maar hier voor deze oefening zal dat volstaan. Dus ik ga mijn classes in een package classes gaan onderbrengen. Ik ga geen nuance maken, want ik vermoed niet dat er tientallen classes zullen gaan opduiken in eerste instantie. En ik kan het altijd nog gaan herindelen. Okay. Mijn Sudoku-klasse gaat voorlopig niks doen. Ik laat hem as is. Want ik wil vooral nu nog altijd de setup gaan tonen aan jullie. En vooral de volle cirkel van browser naar backend en terug. Dus mijn klasse gaat voorlopig niets doen. Ik ga ook een testje gaan maken. Je ziet dus dat hij onder Java een package classes heeft gemaakt. En daarin Sudoku als added gaat markeren. Dus dat is een nieuwe file duidelijk. En dan zie je aan die blauwe icoontjes ja, dat er in die map files zijn toegevoegd, gewijzigd of gewist. Okay. Ik ga een testje ook toevoegen. Op wat elk niveau dat hoger is. Ik heb een unit test nodig. Ziezo. Een klassieke unit test. Ja. Ik ga hem Sudoku tester noemen. En ik ga ook niet te ingewikkeld doen met mijn package hiërarchie hier. Ik ga dat gewoon de JUnit package noemen, waar ik al mijn JUnit testen ga onderbrengen. Sudoku tester zal de klasse Sudoku in bijzonder gaan testen. Ik doe een finish. En dan heb ik hier Sudoku testerklasse. Ik ga hem zeggen dat ik alles van org.junit wil gaan importen. En ook deze import heb ik dan niet meer nodig. Voilà. Is nog voorlopig niet gebruikt natuurlijk. Wat gaan we doen? Ik ga eerst een testje maken. Het testannotatie. Om duidelijk te maken aan de testrunner dat hij dat als test moet gaan zien. Ik ga die constructor hier eventjes gaan gebruiken. Dat was een gewone methode. Ik ga natuurlijk zijn naam veranderen. Test. Create Sudoku. Voilà. Dat testje zou te simpel zijn hier. En meestal hou ik me daar niet mee bezig. Dan ga ik al wat grotere stappen zetten. Maar opnieuw, hier gaat het niet om wat we eigenlijk willen implementeren, maar vooral het project als holistisch geheel eventjes uit de doeken doen. Dus ik heb een test create Sudoku. Dat is eigenlijk een kanarietestje. Kanarietestje naar knipoogje naar de kanaries die ze in de koolmijnen gebruikten om te zien als er gasophoping was. Want een kanarie is een kleiner organisme en gaat dus eerder het loodje leggen dan iemand van onze soort. En die test kun je dus eigenlijk beschouwen als puur een testje om te zien als gans uw opstelling werkt. Ja, niks meer, niks minder. Wat gaan we doen? We gaan hier niet veel in doen. Ik ga gewoon een search gaan doen. Assert not null. Voilà. En ik ga hier een sudoku'tje gaan maken om te kijken. Als dat inderdaad allemaal lukt. Hè. Zo. Ik maak een nieuwe Sudoku, dat is eigenlijk opstelling. En dan ga ik kijken als alles gewerkt heeft. Hij geeft hier nog de klacht dat hij een import nodig heeft voor die klasse Sudoku. Daar staat hij erbij. Als ik een nieuwe Sudoku maak, dan weten we natuurlijk, tenzij dat de VM, de Java VM niet zou werken, dat we natuurlijk een object gaan hebben dat niet nul is. Hè.
Dus die assert moet zeker goed aflopen. Opnieuw, een zinloze test op dit moment. Maar we kunnen hem altijd ombouwen naar iets dat meer vlees aan het bod geeft. Op dit moment is het enkel maar om te illustreren dat ik testjes kan schrijven en dat ik een klasse kan maken en dat ik dat ook runnable krijg. Oké? Goed. We gaan die testjes runnen. Altijd voordat je commit en gaat pushen, kijken als wat je gemaakt hebt werkt. Dat je eigenlijk nooit zaken die niet werken gaat committen waar de andere mensen last van hebben. Dus ik ga hier testfile doen. Het kan eventjes duren de eerste keer. Ja, daar is hij. Test 1 finished successfully. Ik ga de test results window open doen. Dan zien we hem hier ook. Ik heb nu de webbrowser hier openstaan. Die heeft geen rol gespeeld in het runnen van die test natuurlijk. Mijn test runner. Mijn Git repository browser. Goed, ik ga dit alles, ziet er goed uit. Ik ga wat doen, nog eventjes recapituleren. Ik heb een Java-klasse gemaakt. Ik heb ook een Java-test gemaakt, testklasse. Ziezo. Hier zit mijn Sudoku, die is toegevoegd aan de repository. Ik heb een Sudoku-tester, die is toegevoegd aan de repository. Ik heb gekeken als mijn test runt. Dat lijkt het geval te zijn. Ik heb momenteel nog niks in mijn Sudoku-klasse. En ik ga nu wat doen op, gelet, op projectniveau opnieuw commit. Waarom? Ik wil alle files mee hebben in de commit die zijn gewijzigd. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we hier gekozen hebben om het hele project en alle projectfiles in de Git repository te gaan onderbrengen. En het kan best zijn door wijzigingen dat je hier doet aan je files, of een nieuwe file toevoegt, dat hij bepaalde, je ziet dat hier, die NB project, daar heeft hij ook iets in gewijzigd. Wij hebben dat niet zelf gedaan, maar hij heeft dat gedaan. Dus in die project files heeft hij iets gewijzigd. Ja? Goed. Dus die project.properties is gemodified. Dus ook dat willen we meenemen in de commit. Dus zeker zorgen dat je in de commit op projectniveau staat. Ja? Dan kunnen we hier een commit gaan doen. We gaan die commit een naam geven. Dat is added class Sudoku. En ik ga dat zelfs benadrukken, added empty class Sudoku. En ik ga zeggen empty classes, of empty class Sudoku en added Sudoku tester. Edit canary test. No, het zal zijn JUnit test. Voilà. Goed, dan stofferen we onze commit een beetje. Houdt allemaal niet veel in. Heeft allemaal niet veel om het lijf hier. En in werkelijkheid, en ook later in het projectje, hadden wij grotere commits zien doen. Wel grotere logische blokken. Dus typisch, ik ga een feature gaan bouwen. Nieuwe klasse of nieuwe methods. Ik schrijf de testen er rond en dan ga ik in één keer gaan committen als die testen blijken te runnen. Hier wil ik gewoon eens illustreren dat als ik iets heb gewijzigd, dus ik heb twee files toegevoegd en daar in die NB project geeft hij daardoor iets gewijzigd in een properties file. Ik heb op projectniveau dan gezegd, doe maar een commit. Ik ga een zinvolle omschrijving geven van die commit, dat is zeer belangrijk. Als je geen zinvolle omschrijving kunt geven, is dat net zoals bij alles, als je geen zinvolle naam voor een variabele, voor een method, voor een klasse kunt geven of voor een unit test, dan zit je het waarschijnlijk te moeilijk aan het maken of zit je ergens verkeerd. Dingen moeten dus automatisch een simpele naam kunnen krijgen. Als dat niet zo is, dan kun je waarschijnlijk, is dat een indicatie dat je kunt refactoren naar iets dat betere namen heeft en ook een beter ontwerp zal zijn. Ik ga committen. Dus altijd goed opletten dat je op projectniveau commit. Okay.
Ziezo, ik heb wat als boodschap, added empty class Sudoku, added class Sudoku tester en added, ik heb hier een D'tje te veel, added canary JUnit tester. Ziezo, mijn lokale git is nu voorzien van die verandering, die master kopie lokaal is veranderd en je ziet dus dat hij een head is, voorloopt op de origin master, die eigenlijk een weerspiegeling is van de remote, de serverkant. Dus mijn master lokaal is nu een head, staat nu één commit voor. Dus een head of origin master by one commit. Ik heb één commit lokaal gedaan, die nog niet aan de GitHub serverkant is doorgevoerd. Ik ga dat nu doen, door weer op projectniveau een push te gaan doen. Al mijn credentials blijven bewaard, dus ik hoef niks te wijzigen. En dan zie je dat hij nu de master aan de serverkant gaat updaten. Master will be updated. Ik heb op dit moment maar één branch. In een later filmpje toon ik hoe je extra branches kunt gaan maken. Dat zijn aftakkingen van versies. En dan die versies weer kunt samenvoegen met je master branch. Ziezo. Ik ga ook opnieuw de update doorvoeren naar mijn lokale schaduwkopie van die remote. En als alles goed gaat, zo dan moet nu zichtbaar zijn op de server. Hè. Maar eens kijken. Ik had één commit. Als ik refresh, dan heb ik nu twee commits. Zie je? Dan had ik maar één branch. De master. En die werd 2 minuten geleden geüpdate door mij. En als ik naar de commits ga, dan zie je hier 2 commits door mij. En hij herkent mij door ik in die global configuration instellingen mij als user heb gedefinieerd. En dan ziet hij hier ook die initial commit van daarnet in een vorig filmpje. En mijn laatste commit met al die commentaar dat ik heb meegegeven. Goed. We zijn alweer een stukje dichter bij een werkende startconfiguratie. We hebben een webapplicatieproject. We kunnen webfiles gaan runnen in een lokale browser in de IDE. Ik heb testen dat ik kan runnen tegen Java-classes. Ik heb een lokale master repository die in sync is met de master aan de GitHub-kant. En wat mij nu nog ontbreekt is eigenlijk de link tussen de frontend, dus die webdirectory, en de backend, die vooral in die source files gaat zitten. En dat zal gebeuren door een web servlet of een Java servlet. Dat is iets dat we in een volgende filmpje gaan aanpakken.